Nee, dit is niks. Hij moet strak. De mannen van de dorpsraad Sint Pancras proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen. En dat is nodig ook, want vandaag mogen ze digitaal hun zegje doen tijdens de vergadering van de provincie Noord-Holland. En het gaat niet helemaal van een leien dakje. De verbinding werkt niet. Ja, audio streaming, dan moet ik op video klikken. Ik heb het niet zo op die elektronische vergadering. En dit was echt een test waarbij je van tevoren al druk maakt. En dan gaat het nog mis ook. En dat komt heel slecht uit, want er wordt gesproken over de voorgenomen fusie tussen Heerenguwaard en Langedijk. De dorpsraad van Sint Pancras verzet zich hier al tijden tegen. Ze willen zich liever aansluiten bij Alkmaar. Het is voor ons een stukje stad wat aan ons dorp ligt. En Heerenguwaard en Langedijk liggen niet aan ons dorp. Er zit een enorme groenstrook tussen. Ik woon nu 43 jaar in Sint Pancras, waarvan de laatste tientallen jaren Langedijk. En die gemeente luistert niet naar democratie. Het woord kunnen ze niet eens goed schrijven volgens mij. En dat is ook de reden dat ze het ook niet kunnen toepassen. We weten niet hoe het in Alkmaar zal gaan plaatsvinden. Maar de ervaring leert van de andere bijgevoegde dorpskernen. De kleinere dorpskernen zoals Stompetoren en Oterleek. Die mensen zijn daar, die zijn ontzettend tevreden met de manier waarop Alkmaar met ze is omgegaan en naar ze geluisterd is. Goeiedag meneer de Kroesen. En na wat heen en weer gebel doet de verbinding het eindelijk weer en kan er worden ingesproken. Voorzieningen zoals winkelcentra, scholen en openbare voorzieningen zijn in Alkmaar voor de inwoners van Sint Pancras veel beter bereikbaar dan de rest van Langedijk en Heerenguwaard. Maar het betoog haalt uiteindelijk niets uit. Een ruime meerderheid van de statenleden is voor een ongedeelde fusie. Toch strijden de mannen van de dorpsraad door. De volgende halte, Den Haag. Wij blijven positief en we blijven kansen zien en we blijven inderdaad gewoon doorgaan. Gewoon tot we de zaak beklonken is. En welke kant dat opvalt, ja, dat is nog te bezien. We geven niet op. Het is pas opgegeven als wij Den Haag gepasseerd zijn. En tot die tijd gaan we gewoon door.